De Surinaamse politiebond stapt uit het functie-informatiesysteem overheid FISO. Dit is vandaag tijdens een algemene ledenvergadering op de politieacademie besloten. Voorzitter van de politiebond, Raoul Hellings, deelde de leden mee dat dit besluit in overleg met vicepresident Ashwin Adin is genomen. De politie neemt namelijk geen genoegen met de 25% salarisverhoging waarover de regering en de centrale van landsdienarenorganisatie CLO onderhandelen. Door uit het FISO te treden kan er nu wel een betere loonsverhoging aan de politie worden gegeven, zegt woordvoerder Rivelino Eijk. De VP heeft ons voorgehouden dat er een voorstel is gedaan aan de CLO en vanwege het feit dat de politie ook in die bezoldigingsreeks zit van FISO, of althans in FISO zit, zijn wij in feite ook gehouden om hetzelfde eigenlijk te ontvangen als er een verhoging zou zijn. En dat wij dus niet een apart voorstel zouden kunnen doen. Toch? Aan de hand daarvan hebben wij dus gesteld van dat wij ons dan niet langer willen committeren aan die bezoldigingsreeks die de politie heeft uitgaande van het FISO. Het was trouwens ook al in ons wensenpakket. Ja, het was trouwens ook opgenomen in ons wensenpakket dat wij hebben ingediend in 2017. En dat wij dat dus aan onze leden gaan voorhouden, of althans voorstellen, dat ook vanwege het feit dat het in het wensenpakket staat, dat wij dus in feite per gelijk dat besluit moeten nemen om dat aan de regering aan te bieden. En de ALV heeft dus dat besluit genomen. Dat was dus Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond. We spraken hem kort na de vandaag belegde ALV in verband met het uittreden uit het functie-informatiesysteem overheid. De bond heeft ruim 3 weken de tijd om zijn administratieve zaken in orde te maken. Hierna komen de leden weer bij elkaar.